Schonden waren het, hè? Hoeft er niet over te. De liga of zo. Ja, ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Misschien staat het lekker van los en koud. Oké, okay. Kom, stap uit dan. Als je nu stap uit, als je nu uit. Hé, wat is hier aan het gebeuren, jongen? Kom, red voert. Red voert. Ga naar appartementen. 200 euro gepend. 200.000. Oh, je hebt het gevallen. Heb je dat? Oh, je hebt dat cash. Ik heb dan dit cash op de zak. Ik wil dat wapen zien. Ja, je kan geven. Ah, ik wil eerst moet... wapens in natuurlijk. Hè. Ja, is goed. Ja, kijk, dit vertrouw ik. Ja, maar dan moet de drijver wel zo uitstappen bij appartementen. Ja. Althans, het is gewoon eigenlijk beter dat ik. Ja, dat is goed. Man, denk ze, ze noemen mij voor niks snel naar die, hè? Ja? Ja. Okay. Waar zei je eigenlijk? Waar zat Kotti? Nee, terug. Dat is rechtbank. Ja. Rechtbank. Dat is wel mooi toch? Daar moet jij vaak komen zeker, hè? Ja. Ja, oké, als jij eerst uitstapt, dan stap ik ook, hè. Niels, doe even als je naar de appartementdeur toe loopt. Laat me even onderhandelen. Als je wegrijdt, boeit me niet. Ik steek gewoon je vriend. Oké, kom naar binnen. Ik ken hem niet eens. Rare. Kun je invite me maar even naar het appartement? Oh ja, toch. Oh nee, je kan... Ik breng hem naar buiten. Oké, kom naar buiten of invite je mee? Ja, man. Hey, slaat die nog uit, slaat die nog uit. Zeg, Jam. Och, Jam. Goeddag, hè. Dank je, bedankt. Hey. Zeg, Jam. Hey, laat dat licht eens aan. Yo, kunnen we niet beter naar binnen gaan voordat die andere komt? Oh. Ja, nee, is goed, Jam. Oké, okay, nice. Slaat die dood. Hoe gaan we doen? Als je mij geeft, geef ik aan jou. Scam die trouwens, ik ben maffia. Ik slaat die dood. Ja, ik wil het niet in één keer geven. Ik wil stukjes geven, snap je? Geef 100, dan geef ik jou het wapen. 100? Ja. Is 30 ook goed? Hm? Ik geef je 35.000 ballen. Nee, als je wilt kan ik zelf erbij halen. Kunnen we met hem treden. Dan geef ik eerst mijn, als je me niet vertrouwt. Wil je dat of wil je gewoon zelf? Ja, is goed. Laat staan we maar bij dan. Ja, is toch. Oh, wil je staf? Wat blijft? Wil je eerst staf? Ja. Ik heb kook. Ik heb 12 kook uit zijn kofferbak. Hey, slaat die dood, hè? Slaat die dood? Nee, ik kan het nog niet looten. Maakt toch niet uit? Slaat die dood dat ze zijn wapen kwijt. Keer al nee, jongen. Spamfighter zegt zo, hey, Mogol. Nee, jongen, wat was spamfighter? Nou, zeg ik dat ik direct een pen. Dat is toch de bedoeling? Hey. Hallo. Hey, yo. Ik probeer... Oh ja, kan ik dit met Milan doen? Milan staat er ook. Hey, jongen, je mag even uitstappen, man. Mag niet, waarom? Ik kom je later al pakken. ik wil met hem traden voor deze wapen. Wat? Maar hij vertrouwt me niet, dus ik dacht, dan kan ik met jullie... Vertrouw je mij niet dan? Oké, nee, kijk, ik doe wel, maar wat voor wat? Vintage best voor 200k. Alleen maar even door, man. Alleen maar even door. Hij heeft mijn auto of zo, dat je weet dat hij straks dood. De antwoorden overlichting, oké. Hé, kom, red maar door, jongen. Ze noemen mij voor niks sneller naar die. Zoals best wel zien. Ik kom voor fucking trade, wat een rare FP is dit. Kom op, jongen, rij dan, vriend. Kom even naar hier, Milan, doe jij die trade? Godverdomme dan. Hoe is dat nou mogelijk? Oké, wat is de trade, wat is de trade? De trade is... Deze vintage pistol voor 200k. Oké, heeft die vintage pistol mee, weer 200k mee. Bankrekening is 11. Moet je even op je telefoon gaan, moet je naar bank gaan. Hij heeft cash gepind. Ik heb cash. Oké, heeft dat aan Milan LD, man, of wat? Ja, je kan het ook niet, ja, je kan het op zich aan mij nu geven. Nee, mijn wapen mee. Wat? Ja, wat? Op zich, kijk, wij kunnen op zich wel geld inspannen, Milan al geeft hij niet. Ja, is goed. Hoeveel? Ja, klopt. Hij van een ben en geeft het geld toch. Ja, is goed. Ja, nee, maar hij moet het altijd mee en... Ja, straks gaat Milan even lieven. Oh, no. Milan is echt zo'n persoon, hij zal gewoon nu gewoon weggaan. Wanneer hij niet als ik heb de 200k niet staan. Uiteindelijk, met twee al op boven. Ik stond van hem mee. Hoe noemt die? Milan LD man ofzo. Ah. Dat ben ik. 200. Volgens mij ben jij heel slecht aan inschatten, hè? In links, daar waren de minna 3. Dat is wel kut. Ik ben een agressief persoon, dus ik ga gewoon kapot slagen.
Ah, ik cheat gewoon 3 euro en kan niet meer. Mag je hem? Dat is. Nee, wacht. Dat is letterlijk 2000 euro, man. Je mag die dingen aan 11 geven. Dat is 200k, dag? Ja. Dat is 2000, man. Dat is 200k dat ik je net gegooid heb. Nee. Dat is 2000, man. Wacht. Meneer, huh? Dat is 2000. Kijk, kan je zijn inventory checken even? Oha, ik weet niet, deze man. Ik volgens mij gewoon. Ik heb nu niks meer. Je bent zelf homo. Ik heb aan de kant. Wees jongen, hekketje, man. Nee, Sepp, we zitten een trade aan het doen. Echt hè? Hey, Balte, was jongen. Hopla. Hoppa. Shank, jongen. Oh, je pakje, lelijker. Kunnen we gewoon die thee doen? Die heeft niet 100k, je hebt maar 2k heen. Hoeveel geld heb je, eerlijk? Hé, jongen, waar is mijn wapen? Waar is mijn wapen? 2k heeft, dat is geen 200k. 200k, ik heb net 200k gegeven. Waarom heb ik dan 2k? Wat? Waarom ook maar 2k dan? Dat is een bug volgens mij, want ik heb hier net 200.000 euro. Nee. Even uit de rot. Als het een bug is, geef mij dan die 200k ding. Ga dan grant money doen. Dan kan ik wel mijn geld terugkrijgen misschien? Nee. Hoe nee? Jawel. Ik heb gewoon die arme gasten naar geld terug. Jongen, ik de mannen die jij heeft, dat wacht even. Volgens mij heeft hij nog 200k gehad. Eerlijk, wat is jouw time? Wat is jouw speeltime? 2000 euro, jong. 2000 euro, uren. Hier, je hebt nu 2000 euro inderdaad. Ook een belletje. Hé, ik heb mijn geld niet gekregen. Je hebt 2000 euro op je money. Ik kan mijn geld terugkrijgen. Twee ton. Hé, zwijg eens even allemaal. Even uit de roepel, hè. Hoeveel stond er eerst op de bank? Hé, jouw playtime is niet eens een uur. Ik weet niet wat je doet. Ik kan nooit zo snel aan 200k maken, want ik heb net 200k gehoord, hoor. Ja, maar hoe kom je aan 200k? Hoe kom je aan 200k? Want ik heb je time gekeken, het is een uur. Jouw speeltijd. Even één ding, dat was 2k. Mijn speeltijd is 2000 uur. Ja, jij wel. Kijk, hij zit te funken hier. Jij wil me gewoon scammen. Hey, ik kan 200k terugkrijgen, want volgens mij is het geef mijn vented pistol gewoon terug. Hey, hallo. Hallo. Hij zit hier voor de grap te doen. Hey, wat doe je? Hey, maak mijn 200k terug. Nee, je hebt nooit 200k gegeven. Ik kan nooit aan die 200k komen. Wat 200k? Ik heb deze man net 200k gegeven. We kunnen toch de logs kijken? Wat 2k, hè? Wekken de los, kijk. Ik ben echt niet aan het trollen, vriend. Ik ben echt niet aan het trollen. Ik heb net 200.000 euro gegooid. Nee, je hebt 30k. Oh my god. Ik zweer op alles, jongen. Ja, ik zweer ook op alles. Al mijn geld is weg nu. Niet klaar. Seppe, kijk alsjeblieft in de los of iets. Hey, Pim. Niet tevreden. Wie belt er mij? Hey, ik kan mijn 200.000 euro terugkrijgen, want... Maar ik heb 5.000 van meegekeken. Wat blijft? Je hebt 5000 euro gekregen. Dat is dan jouw probleem dat je op koppelen bij BP. Niet, ik ben niet. Stap maar in. Hey, kan je mijn 200k terugkrijgen? Die heb je al, man. Die had zijn 200k. Had dat wel. Oh my god, ik had dat echt. Jongen, heeft dat wel, want we hebben nog samen koken van. Moet ik jou een kookzakje geven ofzo? Ja nee, dus daarom zei ik hem terwijl ze een koppertje maken trouwens. Ja, maar ja, dat geld komt van mij. Ja, dat is mijn andere ding gewoon, toch? Hoe lang speel je? Ik speel toch al langer. Ik ken coke en zo. Kijk, Wat is je Discord naam? Niels, even nooit. En Niels, we zijn weg. Die met 50.000 euro wil lopen. Oh shit, het gaat niet zo. 29. Bro, weg. Niels, even, je bent letterlijk niemand. Je zit nog niet eens in de Discord. Dat is nog erger. Ja, dat is toch niet van Peter. Hey, Declon? Ja, wel. Hey, als je hier meer dan 2 dagen of zo. Rev uit. Nee, dat is niet verplicht. Oei. Daarin te zetten. Rev uit. Het is niet verplicht, maar het is al sterk aangeraan. Als je dat niet doet, dat is jouw probleem. Ah, reis, gelukkig. Reis, man. Die andere hand. Ja, mafia. Wat jong. En kijk mijn stream aan. Die jongen heeft me per ongeluk 50.000 euro gegeven. Echt? Ja, in de plaats van 5.000. Hopla. Ik heb 80k, maat. Ik heb echt gegaan. We kunnen wel een pistool kopen van 100k als geweld. Dat die andere, het zou wel zijn. Die aan. Kom, we kopen van die server is dood. Ga eens kijken. Hey! Maar die recht lenen. Hey jongen, verkoop die geen wapen of niet? Verkoop jij een wapen? Wat? Verkoop jij een wapen? Nee, ik heb helemaal niks. Godverdomme. Ja, niet schelden. Hé! Hey. Wil jij een wapen kopen van mij? Mannen. Wat moet je? Ik heb 200k, ik wil een wapen kopen. 80k. Ik heb... Oké. Een vintage pistol.
Hang maar aan. Dat je niet aan de, aan de zijkant gaat. Oké. Ben ik. Niels de YouTuber, ja, dat ben ik. Bo, ik geef jullie 80.000 euro voorschot. Ken je mij? Dan wil ik het wapen en dan geef je de rest. Wie? Fred. Ga maar even naar de bank als je wilt, dan kan je even binnen. Ja. Ja, toch. Wat wil je kopen? Wat is het goedkoopste wapen? Het enige wapen wat ik officieel nu heb is vintage pistol. En ik heb ook AK, maar die verkoop ik niet. Even kijken. Je komt vandaag een pak, je hebt touw gedaan. Dus je kan het eigenlijk even geweldig, ja. Ja, ja, voor de zekerheid, hè, voor de zekerheid. Ik ben ontvoerd, Ja, maar die hebben mijn kams afgekomen. Nooit tegen mensen door ons. Sowieso toch nooit tegen mensen zeggen dat je geld bij hebt. Ik heb mijn 6 keer in de maak, als je vrienden komen, zijn ze gelijk dood, ben je er achteraan. Hoor je dat? Hé, maar even serieus, ik wou gewoon een wapen kopen, hoor. Iemand maakt hem even los en halen met de auto. Ja, ik ben weer als hostage genomen, man. Nee, we gaan, we doen niet aan winkel. Hey, ik moet je losmaken, maar is goed. Hello, loop even mee. Ik ben met de gang met allemaal wapens. Ik heb zelf ook een wapen, waar ben je? Je mag zo meteen ook even aanpassen. Ik wil even rekening in winkel. Welke huis is dat? Items in, volg. Hey, alsjeblieft mannen, ik heb een familie, ik heb kinderen, dus come on, hè. Hoeveel had je zijn? Ja, zo zou je er komen. De bankrekening. Ja. Nu heb ik 100. Ik kom in de video. 100.000. Hij wordt op. Ja, ik heb nog cash, hè. Afzak, hè. Ga gewoon iedereen kapot schieten. Ik ga gewoon iedereen. In totaal heb ik 220.000. Maakt niet uit. Nou, Nee, het is gewoon mensen. Kom. Wie zit nou? Hey, kom je redden, ja? Yo, wie ben je? Allemaal klaar. Ik ga gewoon schieten. We schieten allemaal uit maar direct, kom maar direct bij, want ik weet niet wie je bent. Ik met een geweer. Wat is er? Dit heb ik eerder geknapt. Ja. Je hebt geen wapen, joh. Weet je dat? Ben jij dood? Nee, ik leef maar. Loop naar buiten, met je handen op. Ik kan niet uit naar buiten. Help! Ik zit binnen. Ik ben dood. Echt? Die jongen kent mij, hè? Twee mensen kennen mij. Niels de fan zegt die heeft mij wapens. Echt? Ja. Nice. What the fuck? Maar dat is een hacker, dus die hoeft niet te. Zullen die jongens doen die blijven? Oh, dan ik klaar. Waarom praat Marijn als direct over zeker? Kom maar. Trouwens, ik heb je telefoon. Geef ik even terug. Okay, dan mag je even naar codename. Wat is het? Marijn. Hallo? Ja, er is blijven een staafzak van gemaakt. Kan ik even 3-5 krijgen? Dan kan ik met die groepje links staan. Ja, super. Je mag naar, wacht, ja, kan misschien zo. Je mag naar codename 1, mag je even 5k overmaken, dat ten eerste. Is er wel een staf bij? 5k? Ja, daar is allemaal staf of zoiets. Oh, oké. Okay. Omdat, omdat die aan het overvallen zijn. Ah. Dat is geen hand. Hallo? Er zijn van die gangs. Ja, wat is er? Weggaan. Ja precies, jullie mogen maar gewoon af gaan. Waarom? Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Nou, wat hebben jullie gedaan? Nee, jij niet. Communicatie weer laten. Oh, okay. Hey, Oranje, jij mag gewoon hier blijven. Jij was hey, normaal. Jullie zijn te staf. Jij was kosten. We hebben toch alles overgenomen. We hebben toch jullie dood gemaakt. Helemaal niet, jongen. Was dit? Ik heb jou mooi geheadshot killed. Jullie worden gerevived en al die dingen, dat klopt allemaal. Nee, jij wordt niemand dood. Mag ik één ding zeggen? Hoe komen jullie nu aan wapens? We hebben die gekocht van de maffia. En de locatie, hoe kom je van de maffia, oké. Okay. Is goed. Hallo, hey, hallo, waarom had ik gefreesd? Omdat je wegrijdt. Dit is veel RP, dus ga gewoon. Veel RP, ik denk dat volgens mij ben jij doodgeschoten, toch? Of, nee, ik ben niet doodgeschoten. Ik heb weinig recht. Volgens mij ben ik. Kijk, luister mij eens goed, hè. Die jongen met zijn blauwe haar, dat is mijn beste vriend. En die heeft gezien dat jij mij heeft ontvoerd, dus die heeft hij gewoon gevolgd. En doodgeschoten, dus. Ik volg die heel stiekem. Nou, maar weet je wel. Mag ik één ding zeggen? Ik heb alles een club. Ik volg die heel dichtbij. Mijn kanaal is een nieuwste fan. Zit vanaf. Ja, weet ik. En je hebt ook een paar video's gemaakt. How to get banned on weet ik veel wat. Ja, dat heb ik al een paar keer gezien. Doe je heel leuk. Maar
Hey, maar ik vind het heel knap. Jij zat gewoon normaal in je vraagt of je een wapen wil kopen en daarna hossen. Hoe kan hij weten dat wij jouw hossetje hebben terwijl je komt? Ik heb Tom's eerst Tom's gepakt, ja? Ik heb daar een voor. Niels app, iedereen aan me. Nee, dit is van VLRP. VLRP, de jongens mij gewoon gevolgd. Die heeft zijn vriend beschermd. Hoezo nou niet? Jullie zijn dood, dus ik ben vrij. Nee, natuurlijk. Dat zag wel, jongen, niet. Bot, op zijn neus. Ik heb nog alles op flip, Knots. VLRP, RDM. Oké, ja, weet je wat? Hou daar nou eens. Hey, homo's! Ben je nog bezig? Dit is een stafzak in de rem. Wat een hoppels. Wat een doof. Kijk, je ziet patat op zijn snuit. Dit is VLRP. Zeker nog VLRP.